En op de oefenvelden van Club Brugge, dat er eigenlijk een toernooi van een volledige dag werd georganiseerd. En dat was dan met ploegen uit Nederland en zo meer. In België is daar ook al een hele tijd competitie in. Wandelvoetbal houdt eigenlijk in dat dat voetbal is, dat is eigenlijk op een terrein ongeveer van 30 meter op 20, dat is eigenlijk een kleiner terrein. En de belangrijkste regel is natuurlijk, de naam zegt dat zelf, je mag niet lopen. Hoe onderscheid je lopen met wandelen? In wandelvoetbal wordt lopen gezien als het moment dat je maar één voet ziet. Ah ja, we moeten een bal proberen af te pakken van een ander. Ah. En we niet lopen. Thank you.